En super leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe video. In deze video ga ik aan jullie mijn make-up stash laten zien. Het worden twee delen. Als eerst mijn oogschaduws, mijn mascara's, mijn eyeliners, mijn oogpotloodjes, mijn bronzers en highlighters. Dus dat dus. Misschien vergeet ik wat, maar dat zien we dan vanzelf wel. Maar ja, laten we beginnen. Als eerst begin ik bij dit paletje. Dit is een Essence Light Up Your Face Luminous paletje. Ja, ik vind hem zelf heel fijn. En er zit een highlighter, een bronzer en een matterende poeder in. En achterop staat ook uitgelegd hoe je het eigenlijk moet doen. En dat is best wel handig. Dan heb ik hier nog een bronzer van Hema. Een Mineral Bronzing Powder. Zo heet hij. En het is nummertje 1. En deze is heel fijn, want de meeste bronzers van de Hema zijn gewoon heel oranje en deze is dat niet. Dan heb ik hier nog een hele bekende bronzer die je heel vaak in mijn video's tegenkomt. De Essence, de Little Christmas Factory Contouring Paletje. Dus zoals jullie al horen aan de naam, komt die uit de Kerstmis collectie. Maar ja, ik gebruik hem nu nog steeds, want het is gewoon een normale bronzer. En ik heb zelf maar 3, 4 denk ik bronzers, maar... Deze twee zijn eigenlijk mijn lievelings. Maar er zit dus ook nog een highlighter in. Alleen zelf is dat gewoon een witte poeder met wat glitters. Dus ik vind het geen highlighter. Want je zet dan gewoon een witte streep met wat glitter op je wang. En dat vind ik zelf niet echt mooi. Dan heb ik hier ook het I Heart Makeup Bronze en Glow paletje. Zo ziet hij eruit. Deze twee zijn echt mijn favoriete bronzers. Ja, die ik dan in mijn stash heb. Want natuurlijk vind ik de Hoola en zo'n Hollywood bronzer en zo, vind ik heel erg fijn. De Hoola Light dan wel, want ik heb een hele lichte huid. Sorry dat ik zo aan mijn haar zit, maar het is gewoon echt lelijk en pluizig. Maar ja, deze dus. Oh, hallo. maar ik vind de highlighter die erin zit ook mooi, want het heeft ook zo'n mooie gouden glans. Dan ga ik eventjes door naar de mascara's, want die liggen hier los. Ik heb deze mascara, Max Factor False Lashes Effect Waterproof Mascara. Ik gebruik hem niet zo vaak. Alleen als het regent. Heel hard regent. Een hele dag. Of naar een feestje als het lang moet blijven zitten. Maar deze krijg je er echt niet af. Dat is één ding. Daarom doe ik hem ook bijna nooit op. En dan heb ik hier nog. Even kijken. Ja, 3 normale. Die ik heel fijn vind. Deze. Deze is van L'Oreal. En dit is... Hoe heet die? Goed draaien. Volume Millions Extra Black Mascara. En die heeft zo'n kwastje. Een heel fijn kwastje van rubber. Kijk, zo. En dan zit deze... Oh. Zo. Deze ziet er zo uit. Ik hou altijd van die dikke borsteltjes. Want anders bij die dunne gaan ze altijd... Oh, sorry. Aan elkaar zitten. En dat vind ik zelf niet zo fijn. Dan heb ik hier nog de Essence Get Big Lashes Mascara. Vind ik zelf ook heel erg fijn. Ook weer een dik ruw borsteltje. En dan heb ik hier ook nog echt een favoriete mascara van mij. Alleen jammer, hij gaat uit het schap. Dit is de Isomy Waterproof Mascara. Dit is wel een dun borsteltje, maar deze is wel echt heel erg fijn. Ik kan niet verder naar achter. Hier is mijn bureau al, dus anders zien jullie dit niet. Maar maakt niet uit. Dan ga ik door met deze. Dit is een Catrice een eyebrow. Maar hij is een eyebrow gel. Maar hij is volgens mij helemaal uitgedroogd al. Ja, ik doe deze weg, want ik gebruik hem nooit. Ik vond hem wel heel fijn. Maar ja, dus, je hebt geen lichtere kleuren dan dit. Dat vind ik wel jammer. Maar die doe ik weg. Dan heb ik hier ook nog een potloodje van de Tukki. En dit is een bruin potloodje. En ja, vind ik wel mooi voor hieronder en zo. Gewoon voor een klein lijntje. Vind ik het wel mooi. Ik pak er ook eventjes een doekje bij. Want ik heb hier nog allemaal vlekken van gisteren. Dan heb ik hier ook nog een potloodje. Deze vind ik zelf ook niet zo heel fijn. Deze doe ik daarom ook weg en ik gebruik hem nooit. Dan heb ik hier ook nog een potloodje. Die vind ik wel fijn. Want deze gebruik ik nooit, maar die wel. En er zit een puntenslijper aan. Dus dat is nog fijner. En hij is gewoon heel lekker zacht.
Dan heb ik hier ook nog twee eyeliners. Ik heb geen zwarte, alleen maar glitter. Omdat ik zwart gebruik ik gewoon nooit. En die leen ik anders wel gewoon van mijn moeder. Dit is een Hema eyeliner. De mascara eyeliner. Ja. En je kan hem ook op je wimpers doen. Want er zit zo'n dingetje. Daarom staat er ook mascara en eyeliner op. En ik heb hem dus wel best wel vaak gebruikt op mijn oogjes. En het is ook heel leuk voor feestjes. Dan heb je hier zo'n mooi lijntje. En dan hier ook nog. Vind ik gewoon mooi. En dit is wel alleen een eyeliner. En deze is van Waken. Komt uit, die heeft mijn moeder voor mij meegenomen uit Frankrijk. Dus vind ik wel heel mooi. En ja, het is gewoon een eyeliner. En ik vind hem echt heel mooi. En ik doe hem alleen op met feestjes. Anders doe ik hem eigenlijk nooit op. Leuk. Dan gaan we door met de oogschaduw. Kleine oogschaduwpaletjes. Even kijken. Ik weet eigenlijk niet hoeveel kleine oogschaduw. Nou, dan ga ik eerst door met de vierkante oogschaduwpaletjes. Ik heb er drie van de Tukie. Oh nee, één niet. Nou, deze. Deze heb ik al heel lang. En deze kleuren gebruik ik nooit. Dus die doe ik weg. Zo. Dan heb ik hier ook nog een mooi bruin paletje. Die hou ik wel. Vind ik zelf ook heel erg mooi. En vooral die twee lichte kleuren en die. Dus die hou ik. Dan heb ik hier ook nog een... Ja, een, hoe noem je dat nou ook? Een paars nude-achtig paletje. Wauw. Die valt eruit. Ik vind de kleuren wel heel mooi. Dus ik bewaar hem wel. Mij maakt niet uit dat hij kapot is. Want er zit toch een dekseltje op. Moet ik er gewoon wat voorzichtiger mee doen. Dan heb ik hier ook nog een Chupa Chupa paletje. Zoals jullie zien. En deze vind ik ook heel erg mooi. Ik gebruik niet die kleuren, alleen die bruine en die. En daarom bewaar ik hem ook. En deze had ik ook mee op vakantie. Deze heb ik wel, denk ik, heb ik al 3 of 4 weken lang gebruikt. Dus ik vind hem gewoon heel fijn, die twee kleuren met elkaar gemengd. Dan heb ik hier ook nog dit paletje. Ik heb hem zelf ook gekocht. Ik vond hem gewoon zo mooi. En ik vond deze kleur vooral mooi, zoals jullie zien. Die ook wel en die, maar die donkere gebruik ik niet. Maar die andere drie vind ik gewoon heel mooi. Want deze had ik ook weer gedaan in een winactie. Maar ik heb wel zo vaak zo mooi gezegd. Maar ik vond die kleuren ook gewoon heel mooi. Want ze waren ook gewoon ja, zo'n beetje crème-achtig. Daarom heb ik het zo gehaald. Dan ga ik door met de losse oogschaduwtjes. Even kijken. Die heb ik best wel veel. Even kijken. Die heb ik er... Ja, ik heb hier laden, maar hier ligt een hond en hier beneden. Zo. Misschien dat ze, ja. Dan heb ik hier nog 3, 8 losse oogschaduwtjes. Als eerst deze. Dit is zo'n Essence losse oogschaduw. Deze heb ik voor mijn verjaardag gekregen. Ik vind hem zelf heel erg mooi. En dit is een mooie paarse kleur. En ik heb ook een klein paletje hiervan. En die zit ook helemaal vol met dit soort oogschaduwtjes. Dan heb ik ook nog een Essence. Nog eentje. En dit is gewoon een oudere. En dit heet nummertje 11 Tiffany. Maar die zijn niet meer te koop omdat ik deze al heel lang heb. Ik denk al wel 3 jaar. Maar ik vind hem gewoon heel mooi. En ik gebruik deze ook al vaak. Is gewoon een mooiere zilveren kleur. En ook leuk voor feestjes. En dan heb ik hier ook nog een... Ethos. Dit is mijn enigste Ethos eyeshadow. En deze is nummertje 115. En deze heb ik ook echt, denk ik, al bijna even lang als... Oh, er valt er een bijna. Als deze. Dus vind ik ook gewoon een mooie blauwe kleur. Ja, ik gebruik hem nooit, maar ook leuk voor feestjes. Allemaal feestjes. Alsof het elke dag een feestje is. Dan heb ik hier nog een hele mooie van Bourjois. Bourjois. Ja. Ik weet, hij heet Ombre. Oh, oké. Ik kom echt geen Frans. Het is gewoon een oogschaduw. En ik vind hem echt super mooi voor feestjes. En heel handig dat ze er een spiegeltje in doen. Kunnen jullie mij zien? Nee, grapje. Alleen ja, ik vind deze kleur ook gewoon heel mooi. Hij is gewoon zwart, grijs met glitters. Ik zal hem een swatchje. Zo ziet hij eruit. Ik weet niet of je de glitters ziet. Zo. En ik breng hem eigenlijk... Oh, die glitters zijn namelijk paars. Zoals jullie zien. Ik vind hem zo mooi. Het zijn allemaal glitters. En ik hou echt van deze kleur. Feestjes. Meer voor feestjes. Zo.
Bij mij blijft het zitten, want ik heb hier ook zo'n rode vlek. En dat krijg ik ook niet af. Dat is ook van de lippenstift. Dan heb ik hier ook nog een van Meis. Deze komt uit Servië en die kostte 120 dinar. En dat is ongeveer, hoeveel zou het zijn? Een euro. Zoiets, denk ik. Maar hij is dus heel goedkoop, maar hij is echt prachtig. Ik heb deze al echt al best wel vaak opgehad. Zijn glittertjes, zoals jullie zien, heb ik hem best wel vaak opgehad. Alleen, ik ben erachter gekomen dat hier zit lijm of zo. Ja, dat is gewoon lijm. Als je het zo... Dit is glitter en dan doe je dat gewoon op, maar nu kom ik bij de lijm. Wauw, waarom doen ze dan niet gewoon erdoor? Hier zie je het al, maar het plakt ook echt, zoals jullie... Oh, het plakt ook gewoon echt enorm. Zo'n klein beetje voor jullie swatch, want ik... Zo, ik kreeg het er niet zo goed af. Zo. Maar je moet het dus ook in stukjes aanbrengen, maar hij is dus heel mooi. Moet je er eigenlijk ook gelijk afhalen, anders blijft het vastzitten. Moet ik het weer met een nat doekje eraf halen. Zoals jullie zien, hij blijft heel goed zitten. Ik krijg het er niet met een doekje af. Dan heb ik hier ook nog drie oogschaduws. Oh jeetje, het worden denk ik drie afleveringen. Dus de Metallic Eye Mousse. Het is een waterproof. En dan hier nog een blauwe, die is nieuw. Ja, metallic weer. En nog een metallic eye mousse waterproof. Dit is een paarse. Zou ik dan moeten stoppen of... Oké, ik laat nog wel eventjes een highlighter zien. De enige die ik nog heb. Dit is mijn enigste losse highlighter. En verder heb ik alleen highlighters in die paletjes. En dit is wel een hele bekende. Dus de Catrice High and Glow Mineral Highlighting Powder Mascara. Dus ja, ik zal hem ook even swatchen voor jullie. Zo heel heftig. Heel heftig. Echt beautiful. Maar ja. Haal ik er ook weer. Oh. Maar ja. Wordt het denk ik 3 of 4 deeltjes. Dat weet ik nog niet. Ik denk 4. Maar ja. Vonden jullie deze video dan leuk? Like hem dan. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan. Tot de volgende video. Doei!